Nou, Michael, gefeliciteerd met je titel op de UK Open. Het is de eerste titel van het seizoen. Ben je een beetje opgelucht ook? Ja, tuurlijk. Dit heeft heel veel energie gekost. Ik ben natuurlijk van ver gekomen. Maar dan om zo'n toernooi af te sluiten is natuurlijk fantastisch. Ik heb niet de makkelijkste loting gehad. Ik heb 4 Premier League spelers onderweg gehad. En ik heb er recht voor moeten werken. En dan ben ik des te blij om dit toernooi te winnen. Was het een mooie finale tegen Kevin Price? Ja, ik denk dat er alles in zat. Schorrend, goed vermogen. Natuurlijk was het wel van mijn kant iets minder dan de afgelopen 2 wedstrijden. Maar ja, dat doet de finale. En dan moet je gewoon zorgen dat je daarmee omgaat. En hij heeft me uiteindelijk een paar kantjes gegeven. En daar heb ik optimaal gebruik van gemaakt. Je zei het net al, je kan met de open loting op dit toernooi kan je geluk hebben op weg naar de finale. Maar als je kijkt naar het rijtje dat jij hebt verslagen. Dus Nathan Espinon, Jason Lowe, James Veit, Rob Cross, Daryl Kearney en Kevin Price. Dat is een mooi rijtje. Ja, zeker. Dat geeft natuurlijk nog meer dimensie aan dit toernooi voor mezelf. En ik ben natuurlijk heel erg blij dat ik vandaag heb laten zien. Niet alleen vandaag, ook heel het weekend. Ik heb natuurlijk een fantastisch toernooi gedraaid. En vanaf hier kunnen we verder gaan bouwen. Maar in ieder geval deze winst geeft me heel veel vertrouwen. Het is ook je eerste grote titel met je nieuwe pijlen. Maakt dat nog extra speciaal? Ja, tuurlijk. Dat doet veel met me. Natuurlijk, ik ben natuurlijk overstapt naar Wimau. Daar is veel om te doen geweest. Maar ik heb mezelf ook 2, 3, 4 maanden de tijd gegeven. En die zijn er niet eens voorbij. Dus alles rustig. En natuurlijk gaat het lekker met deze pijlen. En aankomende weken zal ik ook zeker met deze pijlen blijven gooien. Want ik heb zo'n toernooi met zulke indrukwekkende gemiddels. Ja, wint, dat kan je alleen maar goed doen. Je zegt net, ik wil het dan 2, 3 maanden de tijd geven. Maar hoe zwaar weegt dan zo'n resultaat op dat besluit? Heel veel natuurlijk. Dat doet veel met mijn zelfvertrouwen natuurlijk. Komt niet altijd alles aan waar je aan sommige dingen moet je heel hard voor werken. En ik heb dit toernooi heel hard gewerkt. En ik denk dat er meer in het vooruitschiet ligt. Heb je dan de afgelopen week ook getwijfeld of je wel de goede keuze hebt gemaakt? Nee, helemaal niet. Natuurlijk, ik heb wat dingen uitgeprobeerd. Vorige week in de Premier League natuurlijk heb ik ook iets uitgeprobeerd. En ja, die paarden pak ik gewoon die dag op. Maar daar heb ik helemaal geen spijt van. Dat soort dingen, daar kies je voor. En dan moet je niet achteraf liggen piepen. Dan moet je gewoon zeggen, hé, dat was het niet of dat was het wel. Maar uiteindelijk vielen die paarden, vond ik ook heel goed. Misschien stonden ze nog wel net even iets beter in bord. Maar ja, als je zo'n resultaat neerzet met deze setup, ja, dan mag je niet klagen. En nu snel naar huis voor de mogelijke geboorte van je tweede kind? Ja, zeker. Het zou leuk zijn als die morgen komt. Heel leuk. Maar ik ga lekker morgen vroeg vliegen naar huis, lekker naar de familie toe. En ik ben, ik mag rustig zeggen, ik ben trots op mezelf. Bedankt.